Nee, ik wil dat je met mij loopt. Ik durf nog niet helemaal alleen te lopen. Ik voel me gewoon nog niet comfortabel alleen. Weet je wat het is? Als zij gaat huilen... jij bent er om mij af te schermen, van jou. Ik merk dat ik dat nog nodig heb, maar ik ben gewoon brutaal, hoor. Ik zeg gewoon tegen mensen, wat kijk je? En er was weer iemand die zijn telefoon in mijn gezicht moest drukken. En ik had dat door, want ik ben daarop getraind tegenwoordig. Ik kan voor je porceren. Oh. Ja, maar dat kan nog steeds wel ook voor haar porceren. Rude, man. Is toch fucking rude? Was hij al aan het filmen? Ja, man. Dat is toch gewoon super rude? Nou, ik vind het wel een beetje onbeschoft. Het bewijst zichzelf elke fucking keer. Dat altijd als ik naar buiten ga met Amaya, iets gebeurt. En hij woont nog in het fucking zelfde gebouw als ik. Rude. Ik denk alleen niet dat je zeg maar zo heftig erop... Kijk, je begon wel leuk en grappig. Zal ik voor je poseren, dit en dat? Ja, maar zijn energie was niet zoals het hoort. Maar toen hij zei, is voor mijn dochter... Moet ik dan zeggen, oké, hier? Nee, niet jou. Hij was gewoon jou. Nee, maar hij is mij aan het filmen, omdat hij mij met de kinderwagen... Ik denk met de camera ook. Nee, en met de kinderwagen, Marwa. Je onderschat het echt. Het is de kinderwagen. Het is de... Oeh, ze heeft een kind. Wie is haar kind? Waar ik het meest bang voor ben, is eigenlijk dat ze open en bloot met haar gezicht overal is. Want mensen hebben gewoon scheid. Staat hij daar ook nog te wachten? Ja, ik spreek hem gewoon aan. Ik heb scheid. Gaan we met Amaya lopen. Ik snap niet dat jij aan het filmen bent. Dat begreep ik niet. Wel, heb ik gezien. Je bent met je dochter aan het FaceTime. Ik ben aan het FaceTime. Ja, maar je draait de camera om en ik zie dat hij op mij gericht was. Je had hem nog camera... Maar waarom? Ik laat mijn dochter zien dat jij gefilmd wordt. Er is toch niks mis mee? Maar hoezo? Vind je dat nodig? Zij zegt tegen mij later, ik heb Selma gezien. Ik zeg, ja, kan. Die woont hier ook. Maar ik vind dat heel brutaal. Hoezo is dat brutaal? Omdat ik dat gewoon brutaal vind. Het is niet dat je een praatje met mij maakt. Ik doe niks verkeerds. Maar ik zeg gewoon dat ik het gedrag brutaal vind. Ik snap het. Je kan mij zien. Je kan een praatje met mij komen maken. Maar om stiekem te filmen, ik vind dat gewoon... Maar jij snapt toch ook dat jij een bepaald publiek aantrekt? Dat mijn dochter daar één van is. En maar dat is leuk niet vindt erg om jou te zien. Weet je wat het is met zo'n aanvaring? Ik begin altijd grof. Want dan heeft iemand al meteen de slechtste versie van mij te zien gekregen. En alles wat daarna voortvloeit uit, zeg maar, een goed gesprek bijvoorbeeld, kan alleen maar meevallen. Ik ben niet boos, hoor. Ik ben helemaal niet boos. Maar het is gewoon. Ik vind dat heel brutaal, want ik zou dat niet bij jou doen, snap je? Nee, ik zou dat niet bij jou doen. Ik ben niet zo populair. Daar geef ik jou mijn woord voor. Dus omdat ik een publiekelijk figuur ben, ben ik iemands eigendom. Ja, daar ben ik het gewoon niet mee eens. En daar ga ik mij over uitspreken elke fucking keer, totdat mensen het doorhebben. Nee, ik vind jou geen leuke buurman. Nee, ik praat niet meer met jou. Ik ga ook nooit meer hallo zeggen tegen je dochter. Nee, dat is... Ik vond het wel netjes dat hij op me heeft gewacht om het gesprek aan te gaan. Om samen te evalueren wat de situatie was. Zie je, zo kan het ook.